ExpressVPN is een erg populaire VPN-service. Er wordt gezegd dat het een van de beste providers op de markt is. Maar is dat ook zo? Geografische restricties omzeilen en de meest populaire kanalen en streamingdiensten bekijken? Kun je online videospellen spelen en jezelf beschermen tegen aanvallen die je verbinding vertragen? Kan je wedstrijden van je favoriete team bekijken, zelfs als je niet thuis bent? En kun je anoniem torrents downloaden met behulp van peer-to-peer protocol? Lees verder. Hier is een korte samenvatting van wat ik ga behandelen in deze ExpressVPN recensie. Ik zal beginnen met een overzicht van de service. Daarna zal ik de belangrijkste kenmerken introduceren op het gebied van privacy en beveiliging, functionaliteiten, snelheden en prestaties, gebruiksvriendelijk en of het je geld waard is. Ik zal ook de voor- en nadelen van de service bespreken en zal ik de meest gestelde vragen beantwoorden over het kiezen van een VPN. Ten slotte zal ik dit allemaal samenvatten en dit delen. Op die manier kun je zelf beslissen of je ExpressVPN zal aanschaffen. Laten we beginnen met het eerste deel van mijn ExpressVPN recensie, het overzicht. ExpressVPN is gevestigd op de Britse Maagdeilanden in Vulkanisch Archipel in het Caribisch gebied, dat bekend staat om hun privacybeschermingswetten. Het bedrijf is al jaren op de markt en biedt een betrouwbaar virtueel particulier netwerk. ExpressVPN biedt een breed netwerk van services aan. Het omvat wereldwijd veel landen en steden. Je kunt onder andere browsen vanuit de VS, het VK, Canada, Australië of India. De service is op de meeste platforms beschikbaar via eigen apps. Je kunt eenvoudig computers met Windows, Mac of Linux en mobiele apparaten met Android of iOS beschermen. En je kan het zelfs op je router installeren om al je apparaten tegelijkertijd te beschermen. ExpressVPN biedt sterke encryptie en dan heb ik het over NSA-niveau. Om je gegevens te beschermen. En het hanteert een strikt no-logging beleid. De activiteiten op het internet blijven dus ten alle tijde privé en de privacy is beschermd. Laten we nu eens kijken naar de functionaliteiten van ExpressVPN. Ik zal de meest populaire één voor één doornemen en ze beoordelen. Laten we eerst kijken naar de privacy- en beveiligingsfuncties. Ik heb het eerder al genoemd, maar encodering is van militaire kwaliteit en uitstekend om je gevoelige gegevens te beschermen. En er is meer. Ze gebruiken de Trusted Server technologie om te voorkomen dat gegevens en potentiële indringers op de machine blijven bestaan. Ze bieden versleutelde DNS Zero Knowledge Encrypted DNS aan om informatie te beschermen tegen censuur, DNS-filtering, phishing en andere manipulaties. En ze hebben essentiële privacyfuncties zoals Killswitch en Leak Protection geïmplementeerd om uw echte IP-adres privé te houden. Dit is waarom ik ExpressVPN 5 sterren geef als het gaat om privacybescherming en beveiliging. Vervolgens zal ik me concentreren op wat je kunt doen met ExpressVPN op jouw apparaat. ExpressVPN is veelzijdig. Natuurlijk kun je veilig op het internet surfen en censuur omzeilen, zelfs in zwaar gecensureerde landen. Je kunt ook de meeste streamingdienst feilloos bekijken. Netflix, Hulu, Disney Plus, noem maar op, het werkt. Niet veel providers kunnen hetzelfde doen. En als u ooit problemen ondervindt bij het vinden van de juiste server, vraag dan gewoon de ondersteuning via de chat. Onbeperkte torrenting is toegestaan op al hun servers. En je kunt gemakkelijk je favoriete online game spelen zonder vertraging. Om al deze redenen geef ik nog eens 5 sterren aan de functionaliteiten van ExpressVPN. In het volgende deel zal ik me concentreren op de snelheid en prestaties van de servers. Misschien kun je het al raden, maar aan de hand van alle eerder genoemde functionaliteiten zijn snelheid en prestaties geen probleem bij deze provider. ExpressVPN gebruikt premium servers met hoge specificaties. En deze servers zijn onderling verbonden met een eerste rangs netwerk. Sneller kan het niet. En daarom geef ik weer 5 sterren, wat ook echt verdiend is. Laten we nu kijken wie ExpressVPN kan gebruiken. Zou je oma het kunnen gebruiken? Ja, voor de meeste gebruikers is ExpressVPN inloggen en gaan. Plug and play. Door het volgen van de instructies is het eenvoudig te installeren en te activeren met de code. En dan begint het echte plezier. Je drukt op de grote knop in het midden en je bent verbonden met de snelste server. Het wijzigen van locatie is eenvoudig en met de verschillende instellingen kun je de software makkelijk aanpassen. Maar je hoeft niet naar de instellingen te kijken als je dat niet wilt. Vanwege de activeringscode geef ik 4,5 sterren aan de ExpressVPN. Het zou eenvoudiger zijn om inloggegevens te gebruiken zoals gebruikersnaam en wachtwoord om verbinding te maken. Maar je hoeft dit maar één keer te doen, dus geen zorgen. In dit laatste deel ga ik je vertellen of het de moeite waard is om voor ExpressVPN te betalen. Ik ga ervan uit dat je continu een VPN wilt gebruiken, want dat zou je ook moeten doen. Stel je voor dat je voor een jaar abonneert. ExpressVPN is misschien iets duurder dan andere leveranciers, maar we hebben een speciale deal om het betaalbaarder te maken. De
en bevat een enorme korting en 3 maanden gratis service. Voor een redelijke prijs krijg je het hele jaar door een uitstekende service zonder downtime. Geen bugs met de software en geweldige ondersteuning. Aan het eind van de dag hoef je je geen zorgen te maken als het gaat om je privacy en je online activiteiten. En dat is van onschatbare waarde. Als je me niet vertrouwt, probeer het dan 30 dagen zonder risico met de geld-teruggarantie. Dus ik zou zeggen dat ExpressVPN hier 4 sterren verdient. Als je nog steeds niet weet of je ExpressVPN moet kopen, laten we dan eens kijken wat de voor- en nadelen zijn. Ik begin met de voordelen. Eerst krijg je een snelle verbinding die werkt met al je activiteiten. Je krijgt ook toegang tot een groot aantal landen om overal content te deblokkeren. En je kan snel apps installeren op al je apparaten om onmatige installatie te voorkomen. Je kunt PopcornTime kijken en bestanden delen met P2P omdat het torrent vriendelijk is en geen logboeken bijhoudt. Ten slotte is het gemakkelijk te gebruiken. Je kunt het installeren, verbinding maken met een server en genieten van de beste privacybescherming. Voor de nadelen zijn er niet veel, omdat het echt een van de beste VPN-providers op de markt is. Het enige punt dat ik heb is gerelateerd aan de prijs. Het is niet goedkoop, maar dankzij onze speciale aanbieding kun je veel geld besparen. Wat volgt? Oh ja, de vragen en antwoorden. Ik bekijk VPN-services nu al een tijdje en ik heb besloten om je meest gestelde vragen te beantwoorden. Kan ik ExpressVPN gebruiken om Disney+, Netflix en andere streamingdiensten te bekijken die niet beschikbaar zijn in mijn land? Ja, dat kan. Omdat hun ingenieurs altijd bezig zijn om het IP-adres van hun service te vernieuwen om de meeste streamingplatforms te deblokkeren. Je noemde Disney Plus en Netflix, maar het werkt ook met Apple TV, Hulu, Amazon Prime, HBO, etc. Streaming is dé specialiteit van ExpressVPN. Er is een online game die ik zou willen spelen, maar deze is niet beschikbaar in mijn regio. Kan ExpressVPN het ontgrendelen? Hoogstwaarschijnlijk wel dat het kan. Hoewel we niet alle online games hebben geprobeerd, kunnen we bevestigen dat het werkt met Minecraft, Rain City, Fortnite, Mobile Legends en PUBG. Als je de game niet in deze lijst staat, is de kans groot dat het toch werkt. Maak gewoon verbinding met de server in het land waar de game beschikbaar is. Zou mijn internetverbinding sneller zijn als ik een VPN gebruik? Misschien. Ten eerste kost het proces om je verbinding te versleutelen tijd. En dat kan de verbinding een beetje vertragen. Maar met ExpressVPN kun je ook beperkingen en andere P2P-blokkades van ISP's omzeilen, waardoor je verbinding sneller wordt. Werkt ExpressVPN met mijn streamingbox of mijn smart TV? Ja, dat doet het. ExpressVPN is compatible met een breed scala aan smart TV's en streamingapparaten zoals Apple TV, Amazon Fire TV en Fire Stick, Roku, Google Chromecast enzovoort. Ik kan The Office niet vinden in mijn Netflix-bibliotheek, alleen gerelateerde titels. Is er een manier om het te bekijken? Dat komt door de tv-rechten. Natuurlijk mag deze titel niet in jouw regio uitzenden, maar het kan ergens anders beschikbaar zijn. Met de VPN kun je overschakelen naar andere regio's en de Office deblokkeren. Na de service en de software in detail te hebben bekeken, kan ik zeggen dat ExpressVPN een complete VPN-oplossing is die aan verschillende behoeften voldoet. Het is geschikt voor iedereen die een eenvoudig te gebruiken VPN nodig heeft om een internetverbinding te beschermen, video's te bekijken en torrents te downloaden op al hun apparaten zonder grenzen. ExpressVPN is een van de beste VPN-providers op de markt. Het maakt niet uit of je aan het streamen, torrenten of gaming bent, het zal op de best mogelijke manier in al je behoeften voorzien. In onze recensie behandelen we de punten die we in deze video hebben besproken. Maar we beschrijven ook elke functie van de service, we introduceren de Windows Client en we geven onze mening over hun ondersteuning. Natuurlijk kun je onze speciale aanbieding van de website krijgen. Zoals ik eerder al zei, kun je ExpressVPN 30 dagen zonder risico proberen dankzij hun geld-teruggarantie. Bedankt voor je aandacht, laat ons weten wat je van ExpressVPN vindt in de onderstaande opmerkingen en abonneer je op ons YouTube-kanaal om de meldingen van onze volgende video's te ontvangen.